Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Humble Heroes. Super fijn dat we hier met een bijzondere gast weer zitten. Een violiste die niet alleen Fuse Ensemble heeft opgericht, maar zich ook moeiteloos begeeft tussen Chopin en Coltrane. We hebben mogen genieten van echt fantastische muziek. Julia Philippens, heel fijn dat je er bent. Dank je wel. We hebben echt in een soort van muzikale reis met jou mogen zitten net. Vertel eens even, met wie heb je gespeeld en wat hebben jullie gespeeld? De eerste vraag is makkelijk te beantwoorden. Ik speelde met Ramon Valle, een geweldige pianist. Echt een. Ik kan echt met geen woorden beschrijven hoe bijzonder hij is. En wij kennen elkaar al langer. We hebben elkaar ontmoet in Café Alto, kwamen we laatst achter. Daar hebben we echt voor het eerst elkaar gezien. En samen gespeeld. Toen zat ik net op de consortium. En hij was natuurlijk al begenadigd jazzpianist. En ik leerde net improviseren. Hij is natuurlijk voor mij heel bekend, omdat hij gewoon heel veel speelt en gevierd pianist is. Mm-hmm. Maar we hebben elkaar nu weer voor het eerst ontdekt, omdat we gevraagd werden voor een concert. En toen bedachten we gaan gewoon kijken wat er gebeurt. We gaan gewoon improviseren. Dat hebben we vandaag dus ook gedaan. En toen dachten we nog, maar als je gewoon gaat improviseren, dan bereid je niks voor. Dat is misschien een beetje gek. Maar toen zei Ramon van, maar hier hebben we ons hele leven op voorbereid. Want meestal als je een concert gaat voorbereiden, dan wil je tot alle noten op de juiste plek zitten. Of als je gaat improviseren, wil je weten op welke akkoorden. En dan ga je die akkoordenschema's al van tevoren bekijken. En wat kan ik daarop doen? En alsof je een soort van Epke Sonderland bent die weet van, ik moet dit ongeveer doen. Dat een routine eigenlijk. En wij dachten, we gaan gewoon beginnen en een gesprek met elkaar beginnen zonder te veel zelf ingenomen te zijn, waardoor er van alles kan gebeuren. En dat is heel kwetsbaar, omdat er dus ook heel veel lelijke dingen uit kunnen komen, of lelijk. En je gewoon niet weet wat er gaat gebeuren. En dan kom je jezelf wel echt tegen. Dus dat is... In welk opzicht kom je dan jezelf tegen? Je komt jezelf tegen omdat iedereen kent wel dat stemmetje in zijn of haar hoofd wat zegt, je bent niet goed genoeg. Of whatever dat stemmetje zegt. En daar moet je tegen vechten. Een soort mentale battle tijdens het spelen. Ja. Maar je gaat toch door, terwijl je die dingen denkt, reageer je ook weer op de muziek. Ja. Dus het meent zich eigenlijk. Ja, het is echt. Het is grappig dat je dit zegt, want ik heb wel het idee, als het over improvisatie en solo's gaat, dat heel vaak, zeg maar, het mentale gedeelte, dat heel vaak niet wordt benoemd. Terwijl dat best wel een groot onderdeel is van het soleren. Ja, ik bedoel, sowieso in het concert te geven, ik weet niet. Ja. Of je weet hoeveel mensen beta-blokkers nemen. Ik bedoel, dat alleen al, dat idee. Mm-hmm. Dat je dus muzikant wordt en dan zo gespannen raakt dat je te zenuwachtig bent om te spelen. Is het voor jou een ander soort zenuw voor zo'n concert waar je nu improviseert, of met Fuse, of dat je een klassiek stuk speelt? Ja, dit was echt. Ik noemde het net voordat we begonnen, positively excited. Ik bedoelde eigenlijk van, ik ben zenuwachtig, maar op een positieve manier. Van, ik vind het spannend wat gaat er gebeuren. Ja. Ik neem een vliegtuig, maar ik ga wel op vakantie. En het is een beetje spannend om te vliegen misschien, maar je weet dat je naar een leuk oord gaat. Maar je weet natuurlijk nooit wat je aantreft. Helemaal niet in deze tijd. Maar dus het is een ander soort zenuwen. Ik moet wel zeggen dat ik vroeger heel veel last had van zenuwen. En sinds ik jazz doe, ken ik die zenuwen eigenlijk niet meer. Ja, en is het zo, want binnen de wereld van de viool is het niet gewoon dat je improviseert. De opleiding, je hebt meestal een strenge opleiding. Je kan niet zeggen, ik wil ook meteen improviseren daarna op conservatorium. Heb jij dat traject helemaal zelf bedacht eigenlijk? Ja, ik ben om mijn vierde begonnen met viool. Toen ben ik, op een gegeven moment was ik 11 of al eerder, ben ik naar Koosje Wijs mee gegaan. Ja. Dus echt, de strenge school, zeg maar. En tegelijkertijd, toen was ik dus ook op het consortium en zo, en op mijn 15e ontdekte ik jazzmuziek. Weet je nog wat het was? Wat ja, een album van, ik kreeg het van mijn vader, dat album, Gershwin. Songboek met Ella Fitzgerald en Billie Holiday, Louis Armstrong, iedereen zong liedjes van Gershwin. En toen dacht ik, dit is mijn muziek. Geweldig. Maar toen dacht ik, ik heb nooit gelinkt
die muziek aan de viool. Dus ik dacht, ik moet zangeres worden. Als ik deze muziek wil maken, moet ik dat gaan zingen. En pas veel later kwam ik erachter dat je die twee werelden met elkaar kon combineren. De wereld waarin je naar je favoriete muziek luistert en de wereld waarin je viool speelt, in mijn geval dus viool, klassiek, die kan je ook met elkaar verbinden. Namelijk dat je je favoriete muziek op de viool speelt. Maar omdat die muziek niet echt bestaat voor viool, moet je echt een eigen weg vinden. En ik weet nog dat ik toen, ik denk rond mijn 20ste of zo, toen speelde ik in een theatershow van Ivonia. En toen moest ik voor het eerst echt improviseren op de viool. Want hij had geen muziek. En toen leerde ik dus dat ik dat kon. Dat ik de oren wel had om te improviseren. Maar er was ook een plafond. Ik kon niet verder komen. Maar had je tot dat moment nog niet eerder geïmproviseerd? Nee. En dit was gewoon, dit klinkt dan als een tv of een radio. Ja, het was een theatershow, maar ook wel echt met gewoon in carré met dus het was camera's. Gewoon wel serieus en je moest dan gaan improviseren. Ja, ja, ja. En nee, dus niet eerder gedaan op de viool. Maar op een manier voelde het wel heel natuurlijk om dat te doen. En ik had gewoon muzikanten om me heen die dat ook deden. Die kon ook een beetje helpen. Maar daardoor heb ik wel bedacht, ik wil naar het conservatorium, ik wil dit echt leren. Ik voel een plafond en ik kan het niet uitbreken, want ik heb geen kennis. Ja. En toen ben ik naar het conservatorium gegaan voor jazzviool. Bij een saxofonist, Fernand Bovel, heb ik dat geleerd. En Jeffrey Bruinsma, die gaf toen ook les. En violist. En ja, vanaf daar ben ik eigenlijk begonnen met echt improviseren en ook weten hoe akkoorden werken en wat een turnaround is. Ja. En je zei eerder nog, toen je jonger was, dat je altijd over een strenge school. Als we het dan over die strenge school hebben, wat is dat dan in zo'n viool-idioom? Waar gaat het dan over? Het is gewoon zo, je krijgt een bepaald repertoire op je lessenaar en dat moet je kunnen spelen. En dat is heel goed, want dan leer je wel wat je, dan leer je gewoon, je techniek wordt gewoon heel erg op orde gebracht en van alles. En je leert gewoon het eigen repertoire in de vingers hebben. Wel had ik, toen ik naar het conservatorium ging, ik ben even een jaar naar Spanje geweest. Toen kwam ik terug. Toen heb ik coach gebeld. Ik wil toch naar het conservatorium. En toen heeft ze me klaargestoomd in 3 weken na een jaar niet gespeeld te hebben. Op een cursus om gewoon in te stromen het eerste jaar in Den Haag. Bij Jaring Walta kreeg ik dan les. Maar ik had toen wel dat ik dus de hele tijd als ik aan het studeren was dacht, maar nu ben ik niet buiten. Ik wilde op een manier geen Mozart instuderen. Ik wilde liever naar buiten. En ik dacht, wat is er toch een mis met mij? Ik hou toch van muziek, maar waarom wil ik nou niet hier heel hard op studeren? Ik irriteerde me er wel aan dat ik dingen moest spelen die ik eigenlijk niet wilde spelen. Zo voelde het echt? Ja, en ik vond het heel mooi. Ik vond het heel mooi om daar naar te luisteren, maar ik had niet de ambitie om die te gaan instuderen. Ik had wel bepaalde dingen, Tchaikovsky vioolconcert, er waren bepaalde dingen die ik wel mooi vind, maar ik moest die Mozarts ook doen. En ik studeerde gewoon niet, eigenlijk. En ik had gewoon andere dingen te doen die ik belangrijker vond, blijkbaar. Dus ik dacht eerst ook van, ik ben gewoon gek, ik heb geen ambitie. Maar toen ik jazz ging doen, toen, want dat is, kijk, het is niet zo dat het heel strenge school is, klassiek is alleen maar streng. Jazz is ook super streng. Mm-hmm. Maar toen vond ik ineens ambitie. Toen dacht ik, oh, nu begrijp ik waarom mensen zich opsluiten in hun kamer en alleen maar viool spelen. Nu eindelijk, op mijn 22e, begrijp ik waarom mensen dat doen voor de muziek. En vanaf toen kwam ik erachter, oké, ik ben niet gek. Of tenminste, niet dat je gek bent als je geen ambitie hebt, maar ik heb ambitie. Ik kan heel hard werken. Ja. Maar wel met de muziek die ik zelf uitkies. En hoe was dat dan als je als student, je hebt die klassieke opleiding, je hebt de jazzopleiding. Je hebt natuurlijk ook daar alle aannames over en weer van elkaar. Hoe was dat dan voor jou als in principe met een vrij klassiek instrument, daartussen te zitten, ja, tussen een wereld met jam-sessies, tussen, ja, spelen van standards. Hoe ging jij daarin? Nou, wat ik merkte is, dat gaat gewoon, je doet gewoon alsof je saxonist bent, maar dan op viool. Dus in die zin bewoog ik me vrijelijk. Maar daar ben ik toch benieuwd, hè? Want voor mij heb je ook in een interview gezegd dat je het liefst naar Coltrane luistert ook. Ja. Maar hoe kan je dat dan vertalen? Hoe kan je de expressie van een Coltrane vertalen naar viool? Nou, niet, het gaat, kijk, je kan luisteren naar Coltrane en hem gewoon geweldig vinden en erachter komen ongeveer wat zou hij denken als hij speelt. Dus je vindt bijvoorbeeld iets heel mooi en omdat het niet de gangbare akkoorden zijn die hij gebruikt in zijn improvisaties, ga je er
Ik heb solo's uitgeschreven, nagespeeld, om een beetje een kijkje te krijgen in zijn hoofd. Ja. En het is niet dat ik hem daarna wil nadoen of zijn sound wil, of zijn timbre wil overnemen. Maar ik wil gewoon weten, wat is dat? Gewoon informatie opdoen vanuit iemand. Dus ik denk, bij jazz is het heel fijn, adviseer ik ook mensen die dat willen leren, heel erg veel luisteren, heel veel uitschrijven wat je mooi vindt, analyseren, wat is dat dan wat zo mooi is? En uiteindelijk ga je dan je eigen taal ontwikkelen. En ik ben nu op een punt dat ik ook mijn klassieke vocabulaire toelaat in mijn improvisaties. Dus gewoon alle muziek die ik verzameld heb, die mag er zijn op het moment dat ik besluit te improviseren. En dat voelt gewoon als een soort van bevrijding. En daarom is het ook zo fijn om met Ramon te spelen, omdat als ik met Ramon speel, voel ik ook dat hij geen grenzen geeft aan zichzelf. Dus gewoon, weet je wel, soms denk je, wil ik nou meer zo'n persoon zijn of zo'n persoon of zo'n persoon zijn? En nu is het meer een soort van acceptatie, dit ben ik nu. Nou, je zijn allebei klassiek geschoold, maar je voelt daar wel de vrijheid in, zeg maar. Zonder dat je het idioom verloochent. Je bent ook niet op zoek naar bijvoorbeeld de sleurs à la Grappelli of zo. Maar het is gewoon genreloos. Kijk, wij hebben ook maar het woord jazz geplakt op een bepaalde stijl muziek. Of een bepaalde, laat ik het zeggen, een traditie die zich ontwikkeld heeft ondergronds eerst. Ja. Jazz heeft zich ondergronds ontwikkeld, heel lang. Was heel lang gescheiden, wit en zwart. Leefde toch al best wel gescheiden van elkaar. Was ook geen radio. Dus het heeft zich heel lang ontwikkeld. Die jazz en klassieke muziek ook heel lang ontwikkeld. En om die samen te brengen is sowieso heel moeilijk. Dat zijn is twee supersterke tradities. Om die zomaar samen te brengen, dat is net alsof je lasagne maakt met vanille-ijs of zo. Of in ieder geval, dat. Het zijn verschillende smaken. Het zijn echt heel erg verschillende smaken. En heel sterk van zichzelf. Maar je kan wel beide geïnteresseerd zijn in beide. En dan muziek maken. En hoe je dat dan noemt, dat weet ik niet. Met Fuse hadden we dat ook. Toen wij met Fuse net bestonden en wilden een cd maken, werd mij ook gevraagd, maar wat spelen dan? Is het jazz of klassiek? Ja. En dat ik zei tegen het grote cd-labelmannetje of vrouwtje, ik zal niet zeggen wat het was, ik weet het niet. Geen idee. Ja, maar dan moet je wel weten. Want je moet in een bepaald vakje van de V&D, Bijkor, whatever, moet je komen te liggen. En anders kunnen die mensen je niet vinden. Als ik nu kijk naar Fuse en wat je nu doet, hè, dan zie ik hier wel een nog grotere behoefte aan vrijheid, of niet? Ik heb sowieso een enorme behoefte aan vrijheid. En wat wel zo is, is als je op zoek bent naar vrijheid, uitbreken, dan heb je wel een kader nodig. Dus ik ben uiteindelijk ook blij bij mijn vader, die alleen maar naar klassieke muziek luisterde, waardoor ik echt gillend wilde wegrennen. En of eigenlijk heel graag Michael Jackson wilde opzetten in de woonkamer. Maar gaf je wel een plaat met Gershwin? Dat is zo grappig. Hij voelde misschien toch aan dat. Of het is toeval. Ja, als je daarin gelooft, zou best kunnen. Ik weet nog steeds niet, maar dat was een heel belangrijk moment. Ja. En je zou het niet verwachten, want juist mijn vader, die zei dat alle muziek waar ik naar luisterde, dat pulp was. Maar is misschien ook niet Gershwin een soort van de perfecte op dat moment ook samensmelting van juist die jazz en het klassieke? Maar Michael Jackson heeft dat ook wel. Die heeft ook wel klassieke intro's met allemaal violen en zo. Dan dacht ik, dan zet ik dat op. Misschien vindt mijn vader dat wel mooi. Maar dat was ook niet goed. Nee. Dus. En nog even terug naar die platenbaas. Zeg maar op zo'n manier dat iemand zegt van, welk vakje past het nou? Welke smaak is het nou? Word je daar rebels van als iemand dat vraagt? Rebels ben ik al, heb ik hem niet voor nodig. Maar het is wel zo. Het is wel zo maar rebels ben je pas als je ergens tegenaan kan. Hè? Dus diegene die waar je tegenaan kan, die moet er wel zijn. Ja. Anders zit ik in het niks te schoppen. Maar nee, wat wel mooi is, is dat wij. Maar toen hebben we uiteindelijk een cd uitgebracht in eigen beheer. En ik weet nog dat we een Edison wonnen, een publieksprijs. En dat ik hem weer tegenkwam. En dat hij zei, ik begrijp het toch nog steeds niet. En ik stond letterlijk met mijn Edison. En toen zei ik, maar deze mensen begrepen het wel. Ja. Dus hoe kan je als platenlabelman nog steeds zo willen denken? Jij moet vooruitstrevend zijn. Ja. En toen, en dat was het mooiste, niet die Edison, maar daarna liep ik naar Concerto, Utrechtse Straat. En daar hadden
een eigen vakje gekregen. En dat met jullie cd stond daarin. En toen dacht ik, oké. Dat was die erkenning. Ja, nou ja, ja, of erkenning, ja, of zo van... Ach, het gaat uiteindelijk toch niet eens om erkenning, want... Maar het gaat om gewoon free your fucking mind. Ja. Weet je, je kan... Duke Ellington zei in de jaren, eind jaren 60, samen met Bernstein, hadden ze een interview, zei hij al, joh, die genres, daar gaan we het helemaal niet meer over hebben. Dat gaat helemaal... En dan ben je in 2000, wat was het, 2019 of zo? En nog steeds iemand zegt, ben je nou jazz of klassiek? Dan denk ik, let's redefine classical music voor eerst. En ook jazz, want... Wat je nu leert over jazz... Als je nu vraagt, wat is jazz aan mensen... Dan denken ze nog steeds dat het alleen maar dit... 2, 1, 2 Ja, ja, ja. Dat het dat is. In klassieke muziek denken ze tot nog steeds Mozart, Beethoven. Dat wordt nog steeds genoemd. Ja. Er is zoveel gebeurd. Ja. En dat is gek, hè? En toch, ik heb ook het idee dat bij de violisten zelf... Hè, ik ken er best veel die ook heel veel naar jazz en pop luisteren. Maar uiteindelijk... En ze kunnen ook improviseren, maar ze zetten het niet door... Dan zit je in een mooi strijkersorkest... en dan hoor ik dat ze eigenlijk heel goed kunnen improviseren... maar ze durven het niet op te zoeken om het helemaal los te laten. Ja, maar dat konden ze ook geen voorbeeld hebben. Want kijk, sowieso, ik vind het nooit leuk om te denken... ik hoor bij de violisten, ik hoor gewoon bij de muzikanten. Mm-hmm. Iedereen hoort bij de muzikanten. En omdat het beperkend kan werken door te denken, ik ben violist. Ja. Je bent gewoon muzikant. En je kan misschien niet klinken als Coltrane, maar je kan wel op zoek gaan naar je eigen sound. Wat Coltrane ook deed. Dat is precies wat je dan moet doen. En ik weet nog wel hoe het voelde om inderdaad als violist in een orkest te zitten en te denken, ik wil bij de blazers horen. Maar uiteindelijk is het juist, denk ik, moet je dus accepteren dat je nou eenmaal... dat je instrument is, maar je niet laten beperken. Nee. Wanneer was dat voor jou, dat moment? Weet je nog concreet wanneer dat moment was? Of heb je dat überhaupt nooit gehad? Nee, ik heb dat heel erg gehad, omdat ik dus toen op mijn 15e dacht ik... oh, ik moet zangeres worden als ik deze muziek wil maken. Ja. Of had ik maar piano gespeeld. Maar het moment, welk moment wil je dat ik accepteer dat ik viool... Dat je viool speelde, maar dat je gewoon een muzikant bent. Dat je gewoon een maker... Iemand ja, die dat is echt pas recent. Ik weet nog, op het consortium dacht ik nog steeds... hè, viool, hè, ik kom helemaal niet boven die drums uit. En ik miste ook de klassieke, mijn klassieke achtergrond. Ik miste ook de nuances in thema's. Als je thema's speelt, dat het allemaal heel hard was. En dat ik dacht, hé, maar laten we nou even echt naar elkaar luisteren. Een soort van kamermuziekbehoefte had ik af en toe. maar dat kan niet echt op een jam sessie, weet je wel. Van, laten we nou even heel stil worden. Maar mensen zijn gewoon aan het praten. Of dat is ook niet erg. Alleen, het is gewoon een andere manier van muziek maken. Maar je bent ook begonnen met lesgeven. Voel je dan een missie? Om de mensen die het willen op een pad te begeleiden? Of? Nou ja, ik heb dus wel... Ik geef nu les in Den Haag. En ik merk wel, als ik bijvoorbeeld een klassieke violist naar me toe komt... Ik zeg wel improviseren. Dan probeer ik wel eerst uit te vinden... Wil je jazz leren of wil je improviseren? Want improviseren, daar heb je echt al heel erg genoeg informatie in je achterhoofd. Ik weet niet precies waar dat zit, maar ergens zitten die noten opgeslagen... En die kunnen eruit komen... zonder dat je een muziekpapier voor je hebt. Ja. Alleen, je moet wel een soort van uitgang vinden... waar kan ik dat dan vrij in? En de missie is wel om net iets meer te laten zien... dat jazz je niet te beperken in je virtuositeit. Kijk. En loskomen van papier. Want ik denk, voor de gemiddelde violist... die pak een stuk papier en een stuk en die gaat spelen, de klassieke muzikus. Wanneer ben jij losgekomen van het papier? Al heel vroeg, toen je, zeg maar, je luistert naar die andere muziek... ben je stiekem op je oren dat gaan nadoen? Of? Nou, ik denk dat ik... ja, dat is wel... Inderdaad, dat is zo. Want ik weet omdat ik in een orkestje zat van de muziekschool... en dat ik toen ging improviseren in het orkest... Het slaat helemaal nergens Toen deed hij dat eigenlijk dus al. Ja, dat deed ik al. En toen ging ik ook heel trots naar de dirigent. Heb je gehoord? Ik heb geïmproviseerd. Dirk-Jan Schild. Ja. En hij is heel streng. Een hele strenge, klassieke man eigenlijk. En ik weet nog, hij zei toen niet, dat mag niet. Hij zei ook niet, oh wat goed. Hij reageerde neutraal. En dat was eigenlijk perfect, want je mag helemaal niet improviseren. Je moet helemaal niet improviseren als je in een orkest zit. Het is gewoon not done. Slaat helemaal nergens op. Maar blijkbaar had ik al vroeg die behoefte. Ja, ik heb sowieso veel die behoefte. Maar dat ik echt
dacht, oh, maar ik kan ook iets toevoegen. Dat was dan, als je bijvoorbeeld, dat ik toen een beetje gevraagd werd om af en toe met singer-songwriters of zo een partijtje in te spelen. En dat ik dan kon bedenken wat ik dan kon, hoe ik echt hun muziek kon ondersteunen. Ja. Maar daar valt eigenlijk nog voor de klassieke muziek. Zou je eigenlijk nu zeggen, we zijn al veel verder, laat iedereen dat doen, op zijn oren spelen. Als je zin hebt om dat te doen, moet je dat doen. Als je er geen behoefte aan hebt, moet je het vooral niet doen. Ik kan me wel voorstellen dat ik hoor heel vaak van klassieke muzici dat ze zeggen, ik wil het wel, maar ik durf niet. Exact. Ja. Nou, er moet een intrinsieke behoefte zijn. Die moet er natuurlijk zijn. Die moet er wel zijn. Ik bedoel, niet iedereen hoeft te improviseren. Nee. Ik bedoel, Je kan als docent natuurlijk wel iemand op weg helpen. Zeg, joh, speel een liedje wat je leuk vindt. Ik laat mensen vrij improviseren. Ja. Ik zeg, we zetten de wekker op 5 minuten. Vrij improviseren, dat is heel lang, 5 minuten. Mm, yeah. En elke dag, je moet jezelf 5 minuten opnemen en vrij improviseren. Zonder gewoon precies wat eruit komt. Dan gaan ze zich zelf opnemen. Vaak horen ze dan ook terug. Ik doe vaak hetzelfde. Ik heb een trucje bedacht. Ook dit vind ik aan. Daar moet je dan weer uitbreken en zo. En uitbreken is wel zo'n woord. En dan op een gegeven moment komen er dan vragen. Dan komt van, ja, ik blijf de hele tijd hangen in dit en dit. Hoe kan ik het spannender maken? En dan kan ik ze op weg helpen. En tegelijkertijd, ik probeer ze gewoon verschillende dingen aan te reiken. Van je moet ze eigenlijk, je studenten, hongerig maken eigenlijk. Ja. Hè? En dat heeft mij, ik heb van heel veel verschillende mensen ineens, bijvoorbeeld Viriel Karamat Ali is een pianist. Die gaf les op Conservatorium in Amsterdam. En zij leerde mij fusion kennen. En toen was ik even helemaal into fusion. Maar zij heeft mij ook echt platen aangeraden. Waardoor ik echt weer tot 6 uur 's ochtends helemaal geobsedeerd die platen uit te schrijven. Omdat ik het zo mooi vond. Het album. Zij maakte jou echt hongerig. Zij gaf gewoon een smaak van, hey, je proeft dit. Ja, en dat ik ook zei, waarom vind ik dit zo mooi? Ja, zei ze, een susakkoord. Je houdt van susakkoorden, weet je wel. Dat gewoon zei, oh ja. En welk album was dat, weet je dan? Breakthrough. Het heette ook Breakthrough. Van Eddie Daniels. Dat is een klarinetist. Ja. En die liet ook zijn, die, dat was echt de eerste die mij liet zien, je kan je klassieke vocabulaire kwijt in een jazz-improvisatie. Ja. En toen dacht ik, ik hoef dat helemaal niet te verloochenen. Ik hoef dat niet weg te stoppen. Ik mag dat ook zijn. Hij speelt ook klassieke thema's en dan gaat hij over op jazz. Ja, of jazz of improvisatie. Ja, wat het ook is. Ja. Dat is mooi. Hey, en als je nou het hebt over, je hebt die viool in je hand, hè? Maar goed, dat hoeft niet per se. Maar heeft het geluid wat met je gedaan dat je denkt, ik ga het geluid wat moet, laat ik ook los? Of werkt dat zo niet? Want nu helemaal, jij kan nu bepalen wat je speelt. Je kan bepalen, terwijl je in de klassieke wereld eigenlijk heb je een bepaalde standaard toon die je minstens moet hebben. Ja. Of niet? Nou, maar ik ben natuurlijk, je moet altijd wel een goede, ik ben heel blij met mijn basis. Dus ik ben gewoon op zoek naar de toon waar ik zin in heb. En dat kan soms ook heel klassiek zijn. Maar maar kun je die verschillen laten horen? Nou, bijvoorbeeld, wat wel zo is, als klassieke, meestal als violisten dan bijvoorbeeld Alton Bees gaan spelen, dan doen. Maar je kan natuurlijk. Dan ga je anders op zoek naar een ander soort klank. En die heb ik wel geleerd van meer van Miles Davis of zo. Andere voorbeelden. Het onderkoelde, wat minder met vibrato. Ja, op elke het is niet alleen maar van zonder vibrato. Want toen mij werd gezegd, je gebruikte veel vibrato toen ik net jazz ging doen. Toen begreep ik het niet. Ik dacht van, maar dit is toch heel mooi. Weet je wel, dat is toch juist mooi. Mm. Maar op een gegeven moment kom je erachter, nee, maar het is niet spannend. Het is gewoon gezellig. Het is gewoon aangenaam. Maar soms wil je ook een soort van, ik vind het moeilijk om het uit te leggen. Ik vind het heel duidelijk wat je denkt. Maar daarnaast wat ik jou ook hoor zeggen, en dat vind ik zelf heel erg mooi hoe je dat eigenlijk zegt. Je maakt een soort muziek van wat je voelt. Als dat op een gegeven moment wel die Autumn Leaves is met een vibrato erin gespeeld. Ja. Dan mag het er wel zijn. Tuurlijk. Maar als jij hem gewoon anders. Dus het gaat echt over een soort van urgentie. Wat voel je daar van binnen? Ja. Die intrinsieke motivatie. Ja. En dat ga ik spelen. En of dat nou klassiek, jazz, hip-hop, pop, whatever is. Ja. Het mag er zijn. Ja. Als het maar vanuit jezelf komt. Absoluut. En precies dat. Precies dat. En dan
Is het fijn om de tools te hebben, dus om wel goed les te hebben gehad. En dan ben ik ook heel blij met coachen, Wijsmeek. Die heeft mij gewoon ook de zekerheid gegeven van, whatever, kom er goed. Weet je? Je kan je nog meer uitdrukken omdat je die goede basis tegen tuurlijk, hebt. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, absoluut. Ik bedoel, En, maar bijvoorbeeld, ik heb wel eens een workshop gegeven aan jonge kinderen. Echt jonge kinderen. En ik voel, die wilden leren improviseren. Wat is je favoriete liedje? Nou, K3, Poesje, Maal, weet ik veel. Kwam allemaal dat. Eén kindje zei trouwens een nummer van Ak van Rooyen. En toen vroeg... Ja, heel tof. Annemijn, die geeft nu lessen omdat het zo tof was. Maar toen vroeg ik hun, kan je het zingen? Ja, konden ze zingen. Kan je het spelen op je instrument? Nee. Ja, dus vond ik zo gek. Toen zei ik, hoe kan het nou? Dus je hebt je favoriete liedje en je speelt ook heel erg goed je instrument, want je bent een jong talent. Hoezo kan je dat niet samen... Want als je een popliedje gaat naspelen op je viool, dan kom je er niet echt mee om alleen mee een lied te spelen. Ja. Dan moet je ook de baslijn, een beetje de akkoorden en zo. Dan ga je anders luisteren naar die muziek. Dan ga je andere dingen oppakken en dan ga je instrument anders bekijken. En ook de beperkingen zien en denken, hoe kan ik dat dan oplossen? En dus ik heb ze allemaal laten beloven, volgende keer kan je dat liedje spelen. Ja. 2 dagen later op datzelfde festival waar ik die workshop gaf, speelde ik met Fuse. En toen kwam Annemijn, die dus het lied van Ak van Rooyen had gekozen. Die kwam, die zei, ik kan mijn lievelingsliedje nu spelen. Ja, en dat is zo leuk. En nu improviseert ze ook. Maar dat is wel... Ik denk dus dat als je kinderen al heel vroeg leert om ook om die twee werelden bij elkaar te brengen, waarin ze luisteren naar hun favoriete muziek en spelen, dus dat dat één ding wordt, dan leren ze sowieso al heel anders naar muziek luisteren. Ja. En ze leren de beperkingen van het instrument kennen of de rijkdom van het instrument. Hun eigen stem leren ze kennen. Ja. En als je een lievelingsliedje hebt, dan wil je dat mensen het mooi vinden als je het voorspeelt. Ja. Dus die urgentie komt er dan ook gelijk bij. En die hebben ze misschien niet in eerste instantie met een Bach of zo. Ja. Ofwel, maar of niet. Maar met zo'n lievelingsliedje wel. Ik denk dat dat een mooie boodschap is om mee te eindigen voor de nieuwe generatie. We kijken uit naar wat je nog allemaal gaat doen en blijf lekker improviseren. En laat iedereen maar luisteren naar die improvisaties. Dank voor je komst. Dank je wel. Nice.